Dus dat je tussendoor wel een briefje te test gaat halen. Mooi kreintje weer, hè? Oh ja, nee. Was Toon. Toon kon helaas niet. Lappermand. Toon is ziek. Toon is ziek. Beterschap Toon. Ja, dus je moet het met mij doen. Tja, het is wel helpen, man. Maar wel een mooi krentje. Toch een mooi krentje weer. Hé, hey, die drugsfonds. Het was geen kleine. Het was geen kleine, nee. Het was... Maar die kelders die eronder zaten, waar ze die hennepkwekerij gevonden hebben. Ja. Zetten die kelders, zet die eronder? Nee, die hebben die uitgegraven. 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 Dus ik denk dat die vent, ik denk dat hij vastgezet wordt, dat hij zichzelf zo de gevangenis uitgraaft. Maar wat hebben ze dan met al dat zand gedaan? Wat ze eruit, want dat was een flinke ruimte. Oh, wat denk jij bijna? Ja, ik weet het niet. Misschien voor de dieken aan te leggen weer. Of staat het bruggetje net tussen de dieken toe? Van Dio. Wat kunnen we doen? Een feestje in Aaien. Die regelen dat gewoon zelf. En goed. Ja. Goed. Ja. En leuk daar zo midden in het dorp bij die kapel. Als je dat afzet toch tegen de Jormeert hier. Is toch eigenlijk een beetje... Volgende onderwerp. Volgende. Kosten zijn ook volop bezig, hè? Bindels, Lauf, die zien allemaal weer aan het... Sievegwald is echt een crossers nest ook, hè? Ja. Daar zit dat een beetje in de genen, volgens mij. Maar ja. En resultaten. Ja, 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 ja. Lauf doet het altijd goed, hè? Als dat ding wel loopt, hè? Als hij niks gebroken hebt, of technisch niks kapot hebt, dan is het... Als benzine op is of zo. Ja. In Sievegwald... Dat is het, die gaan Duitse benzine halen. Duitse benzine... 30, 40, 50 cent liter. Dus kunnen die meer benzine, meer gas geven. Meer gas en daarom winnen die. We hebben het. Dat is het. We hebben het. Ja, ja. Duitse spriet. Maar proficiat in ieder geval, Brandy en Danny Lauf. Proficiat. Duimpje dan, hè? Zo doen we dat. Ja, een duimpje. Ja. Van Gaans. Maarten van Gaans. Maarten van Gaans. Heeft ze gemeld? Heeft hij ook gebeld? Ja. Oh. Ja. Nee, ja, connecties. Ja. Nee, maar die rotonde wel, die gaat er komen. Althans, dat heeft Van Gaans gezegd. Hij zegt, ja, die komt er definitief. En je kunt ook terugluisteren in de podcast. Alleen, hij zegt ook dat hij dus met de gemeente tot een overeenstemming is gekomen over zowel de kosten als de stikstofdepositie. Alleen de gemeente... Die... Weet het nog niet? Nee, die zeggen, die willen nog niks daarover zeggen waar ze die stikstof nu ineens vandaan toren. Om dat te compenseren, zeg maar, dat hele verhaal. Ja, want dan zou je zeggen, als stikstof daar naartoe moet, dan kan iets anders misschien niet doorgaan. Woningbouw? Ja, ik denk het. Ja, Welsmeer? Ik weet het niet. Dijken? Maar het is toch niet zo dat je stikstof ineens bij kunt toveren? Nee, je kunt wel kopen, geloof ik. Ja, kopen, maar dan moeten ze weer of bedrijven uitkopen, boerderijen uitkopen. Kost wel een hoop geld. Dus dat is toch een beetje mysterie. Ja, het nog wel. Ja, het stikstofmysterie. Het stikstofmysterie. Wordt vervolgd. To be continued. Yes, sir. Timmy. Hey, Fred. Yes. Die wegen worden onderhouden, gaan ze groot onderhoud doen aan de wegen. Ja, ja. Wordt alles afgezet. Ja, een nieuwe slijtlaag komt erop. En dan gaat het, machine kapot gaat niet door. Nee, wordt uitgesteld naar komende week. Ja, dus dat is allemaal, iedereen heeft de auto's weggezet. Zo. Maar wat ik niet snap, hè. We hebben hier toch een eigen wegenbouwbedrijf in Bergen zitten. Zeker. Hier op de vlam. Ja, dat ze die niet even bellen en zeggen, Maak dat even. Blijft het geld ook mooi in die gemeente. Ja, bedoel ik, dan blijft dat allemaal in eigen. Ja. Misschien is het een tip voor de... Maar dat was misschien een hele goedkope die dat nou ging doen. Ja, met kapotte apparatuur. Met kapotte machines, ja. Ja, dan kreeg je dat. Goedkoop. Duurkoop. Hoi. Hallo. Hey, Claudia flink in het nieuws de laatste dagen. Die veel op video. Claudia bij die. Claudia, maar Rick Blom ook. Allebei. Ja. Maar Rick is 10 jaar, hè? 10 jaar priester, hè? Rick Blom heeft zijn jubileum, ja. Die gaat een feestje vieren dit weekend. Zondag. Koffie met Vlaai in de kerk. Eerste Pinksterdag. Kunnen hen. Op. Een mooie. Lekker. Rick, gefeliciteerd. Rick, proficiat. Mag je wat vertellen over Claudia? Ja, die
die komt nu echt in de media. Die is zowel bij Diekske, voor de gezonde school, daar moeten we Diekske een duim geven. Ja, ja. Daar was ze en heeft ze meegedaan aan Renje Rot en was ze aan het joggen. En, ja, heel sportief bezig. En de video, ik weet niet of je hem gezien hebt, van de energietoeslag. Over energiearmoede. De toeslag die mensen kunnen krijgen. Oh, die ze kunnen aanvragen bij de gemeente. Ja, ja. En dat is goed dat ze dat nu doet. Dat ze daar, even dat duidelijkheid in gegeven. Dat ze duidelijkheid geeft. Want mensen die zeg maar, sowieso in de bijstand zitten en of een uitkering krijgen van de gemeente. Tot die krijgen dat automatisch. Ja. Maar zitten zelf een beetje op het randje. Ja, maar weten vaak ook niet precies waar moet je melden, hoe werkt dit, voor wie wel, voor wie niet. Ik vind dat ze dat goed uitgelegd. Maar dan moet je wel bij meerdere items doen. Want er zijn volgens mij niet alleen over energie. Je hebt ook menstruatiearmoede. Je hebt zoveel verschillende armoedes. Armoede. Heb je ook last van menstruatiearmoede? Ja, laat ik zo zeggen. Dat is een beetje... Beetje geslachtsgebonden. Ik heb een beetje het gevoel dat ik hier moet gaan knippen. Hé, maar Fred, het is wel een mooi krijntje weer, hè? Ja, ik mis wel de puzzel eigenlijk. Ja. Geen plaats meer. Nee, geen plaats meer. Dat is, volgende keer weer een puzzel. Volgende keer weer een puzzel. Volgende keer ook de uitslag. En dan de uitslag van wie Piet de Mulder bloem heeft gewonnen. Want bij Piet loopt het seizoen ten einde. Dus hij krijgt echt, maar ik krijg hem wel wat moois. Want Piet had al gezegd, anders krijgt hij een hele mooie tegoedbom voor de najaarsbloeien. Oké, dat is dan ook goed. Dat is dan ook mooi. Claudia, nog een keer in beeld, zie ik. Hier, bedank je voor Piet. Piet Manders. Piet Manders, offeren. Piet. Goed bezig, Piet. Ik heb een check gekregen om te gaan eten. Zworen check. Ja, zworen check. Ja. Ja, dus dat is toch mooi dat die vrijwilligers zeg maar zo'n dorp toch een beetje onderhouden. En, ja, ik vind dat goed. En ik heb aan Claudia gevraagd hoeveel er nog in die pot zit, voor waar ze dat ze uit kan delen. Maar kon ze niet zeggen. Dus ik ga ervan uit dat dat een bodemloze put is. Dat je daar gewoon oneindig uit kunt. Een horen des overvloeds. Dus, heb jij nou ken je een vrijwilliger die zich inzet voor de leefbaarheid in het dorp? Hè? Ik zou even Claudia bellen. Ja, appie sturen. Appen. Appen. Ja. Ik zou gewoon een tikkie sturen. een tikkie van 75 euro. Zo, dan zit bij de kloor. Ja. Ja. Geen gedoe. Geen gedoe. En dan toch even die ALS boys uit Siebengewald. Even een dikke duim geven, toch? Ze hebben... Nu al 7.000, ze hebben nog meer. Een meter gefietst. Meer, hè? Ja. Echt, ruim 7.000 euro hebben ze al. Het streefbedrag was 5.000 euro. En ze zitten al ruim over 7.000 euro in. Ja. En, dus, en ze hebben nog geen meter gefietst, ja, een beetje geoefend. Ja, ze hebben een beetje geoefend. Maar ja, dat telt ook. Telt ook. Dinsdag vertrekken ze. Dinsdag de 7e is het volgens mij. Aanstaande dinsdag. Ja, ja. En ik heb gevraagd om ons een beetje op de hoogte te houden, zodat we via Maasduinen Centraal de Leidensweg, die boeken op. Ja, ja, dat is onverwacht dan. Ja, dat is onverwacht. Tot ze dat via Maasduinen Centraal in een soort live feed kunnen. Ja, met zo'n cameraatje op de helm of zo. Zo'n VHS-camera met die boeken op. We wensen die jongens in ieder geval veel succes, Peter en Wesley. Ja. Toi, toi, toi. Succes, en zet hem op. En je kunt nog doneren. Zeker. Doen. Zullen we hem afronden? Het is mooi geweest. Mooi geweest. Mooi krentje. Mooi krentje. Zeker. Het is weer goed voor de fanfare. Ja. Voor de Alpen. Nee, voor de Jong Nederland. Jong Nederland. Dus nu is hij voor Jong Nederland. Dit weekend is er een hele hoop te doen. Onder andere Resia bestaat. 80 jaar Resia. Strassenparty in Siebewald niet te vergeten. Ja. Moet je naartoe. Met s'avonds nog wat artiesten. Het is een beetje onduidelijk wie er nou precies wel en niet komen. Maar Jan Bikkel komt in ieder geval van als moeder die zei, doe dat nou niet. Maar ik deed toch. Maar ik deed toch. Ja. Goed weekend. Als jullie het filmpje leuk hebben gevonden, even een duimpje. Ja, zo de tonen nog. Onderdelen en reageren. Fijn weekend. Fijn weekend. Tot volgende week. Hoi. Oh, ja. Toonbeterschap. Hey, het Manon heeft toch weer mazzel, hè? Ja, nou een heel groot pand was het, wat ze op slot kan doen. Stikkertje erop. Dat gaat dicht natuurlijk. Ja, maar dat hele pand, er zitten nog meer ondernemers in. Ja, nee, maar het zijn vier units. Vier units. Kan ze vier keer een sticker plakken. Maar die hoeven toch niet alle vier dicht te houden? Jawel, dat is toch allemaal plaatsdelict.
Oké. Die waren allemaal met elkaar verbonden, die unit. Had ze nog wel zoveel stickers? Ja, dat weet ik niet. Maar die aan de topdag als die gaat plakken. Plakken.